De milieuraamwet is aan herziening toe. Hiervoor heeft minister Silvano Tjonaheng van Ruimtelijke Ordening en Milieu op zaterdag 16 januari de commissie Herziening Milieuraamwet geïnstalleerd. Op dezelfde dag heeft de bewindsman ook de commissie Voorbereiding Wet op Ruimtelijke Ordening ingesteld. Minister Tjonaheng ziet de adviezen van de twee werkgroepen graag spoedig tegemoet. Zoals u weet is vorig jaar de Milieuraamwet is die goedgekeurd en gepubliceerd. Deze wet is afgekondigd onder omstandigheden die eigenlijk nu gewijzigd zijn. De nieuwe regering is aangetreden. Er is nu een ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu. En bij bestudering van die wet zijn we erachter gekomen dat er een aantal zaken zijn die toch wel opnieuw bekeken moeten worden. Het zijn zaken, ik kan niet per se in detail treden, want als ik dat precies wist, dan zou ik dus die commissie niet hoeven te benoemen. Maar ik kan u nu al zeggen dat er een aantal zaken zijn geconstateerd die te maken hebben met verantwoordingsplicht. Die wet schrijft voor dat er een nationale milieuautoriteit moet komen. We hebben toch wat manco's gezien in de regeling van de verantwoording die een dergelijk instituut zou moeten afleggen. Dat is eigenlijk onderdeel van good governance en we denken dat dat wel ernstig genoeg is. Daarnaast is er een situatie waarbij nu we het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu hebben, is het zo dat we zeggen van weet je wat, volgens de wet is de milieuautoriteit belast met vrijwel alles wat met milieu te maken heeft in het land. Dus zowel uitvoering als beleid. En dat gedeelte van beleid gaat heel ver. Het betekent dus dat het beleid min of meer wordt bepaald door de autoriteit. Dat de autoriteit ook bevoegdheden heeft met betrekking tot het aangaan van overeenkomsten met het buitenland en dergelijke. We willen dat allemaal opnieuw bekijken en een aantal aanpassingen plegen aan de raamwet milieu. Die aanpassingen zullen wat ons betreft minimaal zijn. We komen niet aan de basisprincipes en de bedoeling van die wet. Dat betekent dat die autoriteit voldoende autonomie krijgt en voldoende autoriteit om te kunnen optreden wanneer er milieuzaken zich voordoen. Wat betekent dus dat ze een sterk werkarm zullen worden van het ministerie. Daarvoor hebben we een commissie benoemd, of zullen wij een commissie benoemen. Die commissie die staat onder leiding van mevrouw meester Nancy Del Prado. Verder bestaat die uit mevrouw meester Yvette Pengel, meester Gina Griffith en meester Jeffrey Jumanbaks. Dat zijn eigenlijk de mensen die ook eerder hebben gewerkt aan deze wet. Ze begrijpen ook waarom deze wijzigingen nodig zijn. We willen dat vrij snel doen omdat we niet van plan zijn om die wet helemaal op zijn kop te gooien. We zullen gewoon de scherpe kanten zullen we ervan afhalen, zodat het een werkbaar document wordt en zodat ook het ministerie haar taken naar behoren kan uitvoeren. Dat is eigenlijk de bedoeling. Nou, kijk, ik denk nogmaals, wetten zijn wetten. Helaas is die wet wel afgekondigd en heeft het wetskracht, maar het is niet operationeel omdat er een aantal staatsbesluiten en andere regelingen moeten worden gemaakt. Ik denk dat het komt op een goed moment dat we opnieuw gaan kijken naar die wet. We zijn blij met die wet, laat maar even duidelijk zijn. We zijn heel blij dat er een speciale milieuwet is voor Suriname. Als wij de wet, de scherpe kanten ervan afhalen, dan denk ik dat wij een goede start kunnen maken met het milieubeleid in Suriname. Kijk, Suriname staat aan de vooravond van zeg maar een aantal enorme investeringen die zullen plaatsvinden. We weten allemaal dat over een paar jaar dat we zullen geconfronteerd raken met een enorme productie van olie. Dat gaat automatisch gepaard met
vervuiling, eigenlijk contaminatie en uitstoot. Dat moet, we moeten voorkomen dat dat gebeurt ten koste van het milieu. En wanneer je zo'n instrument hebt, het is een vrij moderne wet, die is gebaseerd op de internationale principes. Als je zo'n wet hebt, dan zit je redelijk goed. Het enige wat je nu nog moet doen, is het apparaat maken. De capaciteit gaan opbouwen om die wet te kunnen exerceren. Ik denk dus met nu een ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu en de Milieuautoriteit, als wij deze instituten stevig genoeg kunnen maken, dan zijn we goed in staat om volgens moderne principes het milieubeleid uit te voeren. In de eerste plaats de dankzegging voor de erkenning in zo'n korte periode van minder dan 6 maanden. Hebben wij diverse gesprekken, diverse ontmoetingen al met u mogen hebben. En ik mag u verklappen dat vanuit Spatie. Het prettige is dus dat er vier van de 6 leden van de commissie, die zijn lid van Spatie. En Spatie staat voor Special Planners Association of Suriname. Met andere woorden, urban planners die zijn bij elkaar gekomen en we steken de koppen bij elkaar. We hebben meetings over de actuele zaken die het land dus treffen ten aanzien van de ruimtelijke ordening. En we hebben zo vaak ook de ideeën die we onderling dus ventileren. Het is sedert juli-augustus, hebben wij zowel individueel als ook in spatieverband hebben wij met u ontmoetingen mogen hebben. En we hebben ook de vrijheid mogen krijgen van u om deel te nemen in de gedachtegang op weg naar de ordening van de Surinaamse ruimte. We zeggen specifiek niet de urbane ruimte alleen, omdat de ruimte veel verder gaat dan de stad. Maar ook dus in de districten, de rurale gebieden. Het achterland moet ook geordend worden. Waarbij we allemaal dus rekening sowieso moeten houden met alle aspecten die van toepassing zijn. Op het verkrijgen van een zo gezond mogelijke leefmilieu. Want daar gaat het om. De omgeving waarin we wonen, waarin we werken, waarin we recreëren, waarin we ons verplaatsen. Dat is van invloed op het welzijn van de mens. En daar mag u, ik neem aan dat ik namens ook de voorzitter Angelica Namdar mag praten, namens Spasu, dat wij gaan voor de volle ondersteuning van het ministerie. Het is inderdaad heel... Ik denk de eerste keer dat Spatie deze ruimte krijgt en we zullen het niet onderbenut voorbij laten gaan. U mag rekenen op de volle ondersteuning vanuit onze technische kader. En wij gaan voor een beleid om dit te ondersteunen zodat wij voor Suriname het beste eruit mogen halen.